Hier staat meer op het spel dan alles waar jullie tot nu toe voor gespeeld hebben. Je kan hier een vrijstelling verdienen voor de finale. Op dat moment was mijn hoofd eigenlijk al helemaal in de prut. Er is hier kans op een vrijstelling. Op de finale. En het bijzondere is, die kun je nu al op zak hebben. Als je vanmiddag goed hebt opgelet. Ja, mijn hart. 1000 slagen per minuut. Want terwijl jullie je hoofd braken over die pittige vragen, kwam de mol bij jullie allemaal vlak langs. Bij deze opdracht staat heel veel op het spel. Dit kan alles op zijn kop zetten. Ik maak geen grap. De eerste keer dat ik moest gaan lopen, dacht ik echt aan mijn benen zouden begeven. Welke rol je ook speelt, je kunt hier op het juiste spoor komen. Ken je dat gevoel als je betrapt wordt met iets? Dat moment dat je ineens heel warm krijgt en je benen lijken van rubber en je hartslag gaat omhoog. Nou, dat. Ben je er klaar voor? Ik hoopte dat het minder zou worden als ik vaker was gaan lopen, maar iedere keer was het kapot gaan. Want dit was genoeg, hè? Dan was ik gewoon geweest. Aflevering 4, Jan is de mol, klaar. Maar ja, je moet toch, je gaat toch lopen en ik had geen vermomming, geen bril, geen snor, helemaal niks. Dat moet ook, want ik wilde zo graag een mol met lef zijn. Maar oh, daar had ik vandaag al een beetje spijt van. Ben je er klaar voor? Thank you.